Ik sta hier voor Ellen in het zwembad De Vrolijkheid in Zwolle. En je kunt hier met een auto te water. Wat is het doel daarvan? Nou, Unive vindt het heel erg belangrijk voor haar leden dat zij weten wat in verkeersveiligheid, wat zij dan moeten doen op het moment dat zij met zo'n auto in het water raken. En denkt u ook, als je echt zo'n situatie meemaakt, dat je iets gaat hebben aan de tips die je hier kunt krijgen? Ja, dat denk ik zeker. Als je dit eenmaal hebt ervaren, ja, dan weet je al wat het is, hè, om met je auto in het water te raken. Ja, om niet in paniek te raken. Te weten hoe je er inderdaad uit kunt komen. Nou, dat is heel erg belangrijk. Ja, mocht er iets gebeuren, om dan mee het ergere leed, alles wat er dan kan volgen, om dat echt te voorkomen. Je bent zojuist in de auto geweest onder water. En wat vond je ervan? Het was op zich al best wel spannend. Vooral omdat we dan echt wachten tot we helemaal onder water waren voordat we eruit gingen. En dat is echt wel even benauwd. En waarom wilde je dit eens een keer proberen dan? Nou, omdat ik wel dacht van als het ooit in het echt gebeurt, zou ik volgens mij ernstig in paniek raken of zo. En ik weet niet of ik goed zou weten wat ik moet doen. Dus ik dacht, als ik het nu een keer kan testen met duikers in het water, dan weet ik zeker dat als ik zelf in paniek schiet, dat ik er wel uitgehaald word. Als je de situatie ooit meemaakt, denk je dat je deze tips dan ook echt gaat gebruiken dan? Nou, ik denk dat ik gewoon alleen al veel rustiger in de auto zou zitten. Omdat ik gewoon zoiets heb van, oh ja, ik weet wat ik moet doen en ik kan dit en ik heb het gedaan en dat is mij gelukt. Dus ik kom er nu ook wel uit. Ik denk dat ik vooral veel rustiger zou zitten.